Dus zeg maar, hè? Ik wil graag iedereen van harte welkom heten hier in de Oranje Galerij in het Stadhuis. Vandaag vindt hier de uitreiking plaats van Fietsstad 2011. Ik wil in ieder geval heel hartelijk welkom heten alle kinderen van de Troubadour. Hartstikke goed dat jullie vanochtend gefietst hebben. Als we dus zeg maar steden met elkaar laten wedijveren om te kijken of er meer gefietst kan worden, dan kunnen we ze met elkaar vergelijken, dan kunnen ze van elkaar leren en ze kunnen ook met de eer gaan strijken, waardoor andere steden denken, dat willen wij ook. Dus nu graag als eerste het filmpje van de minister. Wat vindt u van de prijs Fietsstad van het jaar? Ja, het is natuurlijk een heel mooi initiatief. Ik vertel graag wie de winnaar is. Ik houd je niet langer in spanning, maar de winnaar is geworden dit jaar Sertel van Bos. Hey! En ik mag namens de jury ons voordeel aan u toelichten. Ik doe dat omdat onze voorzitter, Laurent de Vries, helaas verhinderd is. Er kan er maar één op dit moment de beste zijn. En daarom zijn we hier met z'n allen. Den Bosch. Den Bosch is een nieuwkomer. Den Bosch is de nieuwe ster, mag ik nu al zeggen, na vandaag onder het fietsfirmament. Den Bosch, en ik kijk u aan, van harte gefeliciteerd, heeft op alle fronten geïnvesteerd. Ik noem een aantal zaken, ook door de minister al aangeroerd. U heeft in fietspaden geïnvesteerd, uiteraard. Daar begint het mee. Maar het gaat ook om bruggen en tunnels. Het gaat ook om rotondes, daar mag ik straks nog wat meer over zeggen. En het gaat om het centrum dat u op een uitdagende en moedige manier heeft opengesteld, niet alleen voor voetgangers, maar tegelijkertijd voor fietsers. En dat gaat heel goed. Natuurlijk de gratis en bewaakte fietsenstallingen en dat mooie gemeentebrede fietspromotiebeleid dat u nu uitzet onder het motto lekker fietsen. En dat kan hier ook wat mij betreft. Dames en heren, van harte gefeliciteerd. Wie wil het bord vasthouden? Ze draaien verkeerd om. Ja, gaan we het weer harder zingen? Ja, ja.